daar ben ik weer met een nieuwe adventkalender unboxing. Dit keer heb ik er een besteld bij Zalando. Maar ik dacht, ik ga dit jaar een keer de iets meer originele kalenders doen. Die standaard, die heb ik eigenlijk elk jaar. Er komen er nog wel een paar die ik elk jaar doe. Maar ik dacht, juist dit jaar laat ik ook een keer wat anderen de kans geven. Deze kalender was €99,95 uit mijn hoofd. En ik ben gewoon een beetje verbaasd. Het lijkt wel of de kalenders alleen maar duurder worden. Het is natuurlijk ook steeds populairder. Dus misschien dat ze denken, hey, we gaan lekker duur. Ik vind het in ieder geval best wel prijzig. Maar ik heb natuurlijk geen idee wat erin zit. Ik heb like always niet gekeken. Qua vormgeving vind ik het niet echt kerstig. Dit is namelijk hoe het eruit ziet. Het is een deurtje, die doe je open. En dan heb je eigenlijk heel veel oranje vakken. Een beetje zalm, roze, oranje-achtig. Schreeuwt weinig kerst als je het mij vraagt. Maar ik vind het ergens ook juist wel weer heel chic. Het is dus best wel een simpele doos met hier wat rosé-gouden plaatjes. En ja, dan doe je hem open en dan heb je al je vakjes. En dan staat er treat yourself today and tomorrow and the day after that. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Het zijn gewoon weer 24 vakjes. En we gaan gewoon, like always, gelijk beginnen met de allereerste. Maar voordat ik dat doe, doe even je duimpje omhoog. Dat werkt super goed voor het algoritme. En altijd als ik het vraag aan jullie, dan halen we er best wel veel. Dus ik zeg het vooraf aan de video. Als je er zin in hebt, doe even je duimpje omhoog. En abonneer je dan ook even gelijk. Het valt mij op dat heel veel mensen die mijn video's kijken niet geabonneerd zijn. Dus misschien denk je dat je geabonneerd bent, maar ben je dat helemaal niet. Dus kijk even. En als het niet zo is, dan zou ik het heel erg waarderen als je je abonneert. En dan ga ik nu beginnen met het eerste vakje. Weet je wat ik ga doen? Ik haal even mijn prachtige deco weg. Want we zijn natuurlijk pas verhuisd. Ik heb nog helemaal geen leuke achtergrond. Dus ik moet het hier doen. Ik zet het gewoon hier. Is dat wat? Hoef ik hem ook niet de hele tijd omhoog te houden? Nou jongens, wat een uitvinding. Echt uitvinding van de dag dit. Kunnen we alles goed zien? Ik ga vakje nummer 1 zoeken. En dat klinkt makkelijker dan het is blijkbaar. Oh, die zit gewoon hier helemaal bovenin. Dit is hoe de doosjes eruit zien. En dan is het dus gelijk al open. Maar het zit wel nog in een papiertje. Geen idee wat we kunnen verwachten. Ik hoorde dat ik hem optilde. Heel veel vloeibaar. Dus let's go. Dit is van Bobbi Brown. En het is een Vitamin Enriched Face Base. Oftewel een all-in-one primer en moisturizer. Erg kleine verpakking, dus volgens mij valt dit onder mini. Maar ik heb niet echt iets van Bobbi Brown, dus ik zou het eigenlijk ook helemaal niet weten. Maar voor een primer... Oeh, maar voor... Zo. Maar voor een primer vind ik dit best wel klein. Zo ziet het potje eruit. Ja, lijkt gewoon een mini. Oeh, ruikt lekker. Ruikt naar een citronella kaars. Zo'n muggenkaars, weet je wel. Hij zit wel echt flink goed vol. Dus of het nou een mini is of niet, er zit wel veel product in. Ik denk dat dit ook een hele leuke kalender is om te hervullen en aan een vriendin van mij te geven. Deze kalender ziet er namelijk niet uit alsof hij in gaat storten of kapot gaat. De meeste die ik openmaak, die gaan toch wel kapot of dan maak je vakjes kapot. En deze ziet er wel uit als eentje die je kan hergebruiken. We gaan naar 2, die zag ik al. Die is hier. Tada! Het voelt als een oogschaduwpaletje. En dat is het ook. Hij is van Revlon. Zo, waar ging mijn accent naartoe? Van Revlon. En het is de 920 Mysterieus. Niet mijn kleuren. Zo ziet het eruit. Maar wel een mooi paletje. Ik denk ook dat ze dat erin hebben gedaan omdat het wel leuk is richting de kerst. Het is namelijk donkerpaars, rood, goud. Dus ik denk dat dat wel heel leuk is. Hier is nummer 3. De Impossible Glow Hyaluronic Acid en Sea Kelp Bronzing Drops. Dus ik denk van die tanning drops. Het is van het merk Pai. Ik denk tenminste dat je het zo uitspreekt. En het is dus eigenlijk gewoon vloeibaar bronzer. Gebruik ik ook niet. Ben ik ook geen held in. Ik kan het ook eigenlijk bijna nooit gebruiken. Maar op deze manier is het wel leuk om een keer te proberen. Het zijn geen slechte producten. Maar ik denk, ja, ken ik niet. Is niet mijn kleur. Gebruik ik niet.
Maar we zijn pas bij vakje nummer 4. Dus dit is Elizabeth Arden. En dit is de 8 Hour Cream. Je wil niet weten hoe graag ik vroeger dit product had gewild. Dit is namelijk die mega beroemde 8 Hour Cream die elke beauty blogger had. Toen bloggen nog helemaal een ding was. Elke blogger had het erover. En ik kon het niet betalen. Maar ik wilde het altijd zo ontzettend graag. Net als die Rosebud lippen balsam potjes. Kon ik ook niet betalen. Vond ik altijd allemaal veel te duur. En nu heb ik het. En ergens is mijn inner child nu zo dankbaar en zo blij. Maar dit is dus een lippenbalsem van Elizabeth Arden. Zit helemaal dicht. Laat ik ook dicht. Nummer 5, die zit hier. Dit is de eerste langwerpige. Maar ook dat zegt dus niks, want hij is klein. Voelt een beetje als een nagellakpotje. Oh, dat is het niet. Ik kan het alleen niet uitspreken. Het is Nux of Nuxe, Nux, Nux, geen idee. Het is in ieder geval olie voor je lijf met een heel subtiel glittertje erin. En deze heb ik dus van Kruidvat eigen merk. En die is ook zo mooi. Maar dit is dus een multipurpose dry oil voor face, body en hair. Ook voor je haar. Dat is dus deze. Ziet er echt heel erg mooi uit. Oh, en het ruikt ook heerlijk. Het ruikt naar een oude vrouw die al 3 weken in Spanje is en elke dag zich insmeert met olie. Daar ruikt het naar. Nummer 6. Oh, wow. Dat is echt gewoon de grootste hier in het midden. Zo. Die is gelijk ook flink groot. Echt. Oh, nou hier word ik heel enthousiast van. Dit maakt al die anderen goed. Hier ben ik zo blij mee. Dit is een Foreo UFO Mini. En oh, love it. Beetje moeilijk te zien omdat de hele verpakking weerspiegelt. Maar dit is dus een gezichtsreinigingsborstel en massagetool en noem het allemaal maar op. Wat ik ook lees is dat het ook een vorm van heat therapy is. Dus met warmte. En hier ben ik gewoon heel blij mee. Ik heb een mini en die is dan ook echt mini. Die is tijdens de verhuizing zoek geraakt. Ik heb geen idee waar die is. Dus dit vind ik echt zo tof. En hij is echt heel mooi. Ja, dit vind ik leuk. Nummer 7, die zit hier. Ik vind het wel een uitvinding gewoon daar neerzetten. Bumble & Bumble BB Hairdresser Invisible Oil Heat UV Protective Primer. Zo, dat is dus deze. En dit is ook zo'n merk van vroeger. Wat al die beautybloggers gebruikten, die Bumble & Bumble. Oh, het ruikt heerlijk. Echt heel lekker. Mijn heat protectant is op, dus dit komt zeker goed van pas. Ik weet ook weer niet of dit een mini is. Ik denk het bijna wel, want het is wel een heel klein potje. Ja, en er staat ook not for sale. En meestal staat het op minis. 7 erin, 8 eruit. Dit is een mascara. Dat moet wel. Dit is de Volume Million Lashes. Gewoon in de kleur black. Deze is dat. Volgens mij heb ik deze al wel een keer eerder gebruikt. Hij heeft een heel fijn siliconen borsteltje, dacht ik. Maar ik ga hem niet openmaken, want dat is natuurlijk beter voor mascara om dicht te laten. Dan nummer 9. Oh, dit is heel gek. Ik dacht dat het reclame was. Maar het is een Master Patch. Ik denk dat het voor onzuiverheden is. Dus als je een puist hebt of weet ik veel, een onzuiverheid, een droog stukje. Dat je daar die patch op kan doen en dat het iets doet. Ik weet alleen niet wat. En je kan een patch meerdere keren gebruiken. Ja, het is me niet helemaal duidelijk. Er zit in ieder geval een small, medium en large in. Nummer 10. Dit is van Mina, denk ik. Mina. Het is een eyebrow mascara. Zo ziet die eruit. Wederom een product wat ik niet echt gebruik. Ik heb het dus 2 dagen geleden voor het eerst wel gebruikt. Omdat het in een goodie bag zat die ik had. En toen dacht ik, wat doet dit nou eigenlijk? Het deed eigenlijk voor mij helemaal niks. Maar deze gaat ook gewoon naar iemand anders toe.
nummer 11. Die voelt weer flink zwaar. Dit is een body olie met ylang ylang. Of is het ylang ylang? Ik hoor dat mensen ook wel zeggen, maar in mijn hoofd klinkt dat een beetje gek. Dus ik zeg altijd ylang ylang. Geen idee wat het is. Dit is van Tom Hems. En het is een cannabis sativa seed oil. Voor een gehydrateerde huid houdt het zacht. In de winter hou ik altijd wel heel erg van olie. Dat ruikt wel heftig. Niet helemaal mijn ding. Ruikt naar oud wierook. Ja, wierook die niet heel lekker is. Zo, je hoort het gewoon aan mijn stem. Niet mijn ding, maar... Nu ik er zeg maar wat meer aan ben gewend, is het wel oké. Okay, maar het ruikt echt een beetje naar oud wierook of zo'n vuur wat al heel lang uit is. Houtskoolachtig. Ik weet niet, ik ken het merk niet. Het ziet er veelbelovend uit. Ik ga het ook gewoon gebruiken. Nummer 12. Dit is een Aveda Strengthening Shampoo. Zo ziet die eruit. Ik vind Aveda wel altijd heel erg lekker ruiken. Ja, zo ook deze. Ik vind dat wel lekker hoor. Heel kruidig. Echt heel kruidig. Maar wel weer een mini. Er zitten echt veel minis in volgens mij. Nummer 13. Die hebben we hier. Dit is een Kiko Automatic Eyeliner en Kohl. Ja, daar hou ik dus ook niet van. Ik vind oogpotlood altijd een beetje de vervanging van nagelfijlen in een kalender. Want tegenwoordig zie je dus bijna geen nagelfijlen meer. Ik denk dat ze ervan geleerd hebben, omdat altijd elke nagelfijl gewoon afgekraakt werd. Maar nu zit er dus in bijna elke kalender een oogpotlood. En ja, ja, dit is hoe die eruit ziet. Ja, helemaal prima, maar wat kan ik nou zeggen over een zwart oogpotlood? Ik weet het niet. Nummer 14. Dit is een Glam Glow Super Matte Clearing Treatment. En ik denk dat het een masker is. Dit is inderdaad een maskertje. Ik vind het merk heel erg goed. Maar dit is wel ultra mini. Dit is echt één keer gebruiken en dan ben je gewoon klaar. Dan is hij op. Maar dat denk ik wel eens vaker. En dan kan je er gewoon ineens drie keer mee doen. Maar hij zit maar tot hier vol. Even een eerlijke tussenstand. We zijn nu bij 13. En ik merk dat mijn enthousiasme echt heel erg omlaag gaat. En ook alvast even sorry als je dat heel erg merkt. Maar voor 100 euro verwacht ik net even wat meer dan dit. Tot nu toe had ik wel bij die Foreo dat ik echt dacht, wow, heel gaaf. Maar bij de rest, ik weet het niet. We zijn nog maar bij 13, dus er kan nog 14. Er kan nog heel veel gebeuren. Maar tot nu toe denk ik niet, zo, dit is echt geweldig. En dat had ik bij de Bijenkorf bijvoorbeeld wel. Die inhoud vond ik echt super. Nummer 15 is weer groot en zwaar. Zeker weten, geen mini. Dit is een Revolution Vitamin C Cream Cleanser. Love alles met vitamine C. Alles. Het doet zoveel goeds voor je huid. Dit is het. En cleansers gaan bij mij super snel. Ik gebruik het elke avond. Wel ben ik heel erg gehecht aan mijn Jungluk en Paula's Choice. Maar ik wil deze wel een kans geven. Nummer 16. Ik zie aan de verpakking gewoon dat het een Urban Decay product is. Dat moet wel. Ja. Dit is de All Nighter. En dit is dus de setting spray. Dit is hem. En dit vind ik toch wel echt een van de allerbeste setting sprays die ik ooit geprobeerd heb. Dus op zich ben ik daar ook wel blij mee. Dan heb ik in ieder geval gewoon iets op voorraad. Zeg ik terwijl ik echt gewoon drie keer per jaar setting spray nodig heb. Maar hey, dan heb je het maar. Nummer 17. Dit is een Saint-Tropez, love dat merk, Self Tan Pure Vitamins. Oké, okay. Oh, dat is een water mist. Dat heb ik dus hier liggen. En dat heb ik dan getest op mijn hand, want ik dacht even kijken wat het doet. En dat werd zo vlekkerig, als in je zag letterlijk die sprays met water. Zelfs nadat ik het daarna heb uitgesmeerd, want het moest... Je zag zeg maar precies waar die spray mijn huid raakte. En ik heb het van dichtbij gedaan en ver weg. Dus ik ben ergens een beetje bang om dit te gebruiken.
Het ziet er wel heel erg leuk uit. Echt super leuke verpakking. Dus als je misschien tips hebt hoe je dit het mooist kan gebruiken, laat het me zeker even weten. Nummer 18. Heel klein. Ik vind het zo schattig, die mini MAC lipsticks. Die had ik ook 2 jaar geleden in een MAC adventkalender. Als het maar niet de kleur Twig is, want die heb ik dus in het mini. Whirl. Whirl ken ik niet. Die heb ik niet. Oh, ziet er heel mooi uit. Ja. Deze ziet er echt heel mooi uit. Een beetje bruin, roodachtig. Oh, toevallig heb ik die mini ook op nu. Want ik kon geen andere lipsticks vinden. Want we zitten natuurlijk nog steeds midden in die verhuizing. En heel veel dingen liggen nog in dozen of op zolder en weet ik veel wat. Dus het is een totaal onnodig verhaal dit. Twig is een mini. Dit is ook een mini. Ik leg even die link. Hele mooie kleur. Dan had ik liever bijvoorbeeld in plaats van het oogpotlood dan de lippotlood gehad van dezelfde kleur van die. Maar misschien willen ze gewoon zoveel mogelijk merken in één kalender stoppen. Want volgens mij hebben we nog geen één merk hetzelfde gehad. Oh jawel, de Revolution. Maar de ene was make-up en de andere skincare. Misschien was dat een beetje waarvoor ze gingen. Zo van hier heb je allemaal verschillende merken. Nummer 19. Dit is een Advanced Night Repair. Hadden we dit ook niet in de Bijenkorfkalender? Niet dat dat uitmaakt, want weten hun veel. Maar het komt zo bekend voor. Ik twijfel echt heel erg of die er daar ook niet in zat. Maar dit is volgens mij gewoon zo'n serum voor in de nacht. Dus voordat je gaat slapen en dan... Word je helemaal mooi wakker. Weer een mini. Best wel veel minis. Altijd als ik dat zeg, trek ik daarna echt een gigantisch ding eruit. Dit is in ieder geval nummer 20. Dit is een So Rose. Meer kan ik niet lezen, want alles is Duits. Een gezichtstoner. Dus gewoon een tonic. Van Damascena's Best. Ik ken het niet. Ziet eruit alsof het bij de Action verkocht wordt. Die hebben ook van het roze water, toch? Daar doet het me echt een beetje aan denken. Het ziet er echt een beetje cheap uit. En dan nu iedereen in de comments. Oh, dat ding is 50 euro. Hoe durf je? Tonic van So Rose. Wel full size. Maar alsnog niet enthousiast. Lekker dan. De meid is ook nooit tevreden. Hè? Gewoon nooit. 21. Nou, dit ziet er wel heel interessant uit. Het is een spons. In een spons. Ken je nog die siliconen sponsjes? Die iedereen op YouTube ophypte voor een week. En daarna was iedereen er alweer klaar mee. Want je ziet het nooit meer iemand gebruiken. Een silly sponge heette dat toch? Dacht het wel. Nou, dit lijkt een beetje 2-in-1. Het is namelijk een spons. Maar ook bovenop een siliconen stukje. Hij is van Real Techniques en je ziet dus bovenop dat stukje siliconen en dan onderop gewoon de spons. Ik ga deze dicht laten. Dat vind ik wel zo hygiënisch, want deze krijgt ook gewoon iemand anders van mij. Want ik gebruik het gewoon niet. En dit zijn dingen die ik dan wil bewaren, want Real Techniques is wel heel goed. En 3 jaar later doe ik het alsnog weg. Dus ik kan het maar beter gewoon gelijk aan iemand geven. Maar ik vind het er wel echt heel leuk uitzien. Ja, wel leuk. Wel leuk. Nummer 22. We zijn er alweer bijna. Dit is een black mask. Oh, daar hou ik ook echt helemaal niet van. Want dat staat altijd gelijk aan dat je het eraf moet trekken. Hou ik niet van. Niet mijn ding. Hij is van Bosia. Ook geen idee wat voor merk dat is. Nooit van gehoord. Ja, ik weet zeker dat het zo'n black masker is. Ja, laat het er 30 minuten op. En daarna peel je het eraf. Haat het. Zo ziet hij eruit. Nee, vind ik helemaal niks. Blijven altijd van die irritante restjes zitten. Ook al laat je het een uur zitten, een half uur, een kwartier, wat dan ook. Blijft altijd zitten. Doet pijn. Nee, nee, nee. Echt niet mijn ding. 23. Ja. Hier wordt er helemaal niet enthousiast van. Een sponsje. Nee, een kwastje. Maar dan zeg maar siliconen. Ja. Ja. Had dit er niet in gedaan. Want dit vind ik gewoon die spons. Maar dan anders. Zo
Zo ziet hij eruit. Niet boeiend, als je het mij vraagt. Er zijn vast genoeg mensen die er wel enthousiast van worden. Ik niet. We gaan naar de laatste. Als dit tegen gaat vallen, dan ga ik gewoon janken, oké? Dan ga ik janken. Dit is... Ja, vind ik ook echt niet boeiend om mee te eindigen. Ziet er wel heel mooi uit. Zou vast heel erg duur zijn. Maar het is dus gewoon een crème met TVC8. Nooit van gehoord. Zo ziet het eruit. Het ziet er wel mooi uit. Maar er zit helemaal geen beschrijving bij, niks. Dus ik weet ook niet wat dit doet. Er staat alleen bij dat het niet in je ogen mag komen. Het is van Augustinus Bader. Klinkt duur. Is de crème ook blauw? Nee, de crème is wit. Ik dacht echt, oh, dat zou heel gaaf zijn. Maar wat doet het voor je huid? Ruikt naar helemaal niks. Nou, wat een eind. Ik ga even opzoeken wat dit voor crème is. Hij is best wel behoorlijk prijzig. Voor dit flesje betaal je €75. En nu op dit moment dan €60. Nee, jawel, 60. Het zorgt voor een gehydrateerde huid en vult de vochtopslag aan met dus TVC8. En dat moet je dus 's ochtends 2 pompjes en 's avonds 2 pompjes op een gereinigde huid. Hij mag dan wel heel duur zijn. En ik vind hem er ook geweldig mooi uitzien. En mijn hand voelt heel zacht nu. Ik vind het nou niet echt dat ik denk, wow, wat een eind. Dan had hij Foreo, vind ik dan, meer een eind geweest. Maar er zijn vast dan weer mensen die denken, ja, maar dat gebruik ik niet. Dus daarom vind ik het altijd net een beetje lastig om dan mijn ongezouten mening te geven. Maar ik ga het toch doen. Ik vind dit voor €100... niet heel leuk. En dat zeg ik. Sommige producten zijn echt wel prijzig. En dat je denkt, ik snap heus wel dat je dat niet voor €50 gaat weggeven. Het zijn ook gewoon 24 vakjes en niet zoals sommige maar 10. Die dan alsnog €50 durven te vragen. We weten allemaal over wie ik het heb. Maar ik vind de inhoud, zeg maar, niet spectaculair. Er zijn echt wel heel veel minis. Qua afwisseling, beauty en verzorging vind ik het dan wel weer heel erg leuk. Daar zit echt een goede uitgebreide collectie in van dingen. En als je dan €100 wil uitgeven aan een adventskalender, dan zou ik eerder die van de Bijenkorf aanraden. Maar daarbij wil ik ook even zeggen, ik vind hem niet slecht. Het is niet een flut inhoud. En ik weet niet, ik merkte gewoon aan mezelf dat ik het dus niet wow vind. En dan kan ik wel doen alsof ik het wow vind om dan maar positief over te komen. Maar dat gaat te fake overkomen en dat hebben vooral de mensen die mij langer volgen echt wel door. Dus is het je geld waard qua waarde? Ja, vast en zeker. Want ik denk dat de waarde veel hoger is dan €100. Maar qua inhoud is het voor mij dan weer een nee. Ik zou heel graag jouw mening willen weten wat jij vindt van deze kalender. Wat vind jij van de inhoud? Zou je er €100 voor betalen? Laat het me allemaal even weten in de comments. Als je het verder dan een leuke video vond, doe even je duimpje omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. Mocht je leuke ideeën nog hebben voor een kalender, laat het me ook zeker weten in de comments. En tot de volgende video. Doei doei!